iets veranderd in ons huis. Ja, dat is de enige vis waar ik een beetje een bad mee heb. Hij niet met mij hoor, die vis, denk ik. Maar... En dat is alles wat je nodig hebt voor een echte carbonara. 2 minuten voor de pasta. Nou. Lekker frisse pan. Hallo allemaal, wij zijn in Hagenkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En er is iets veranderd in ons huis. We zitten natuurlijk een beetje met de verhuisperikelen. En een hele goede vriend van ons, die zei ja, ik wil zo'n zoutwateraquarium aan gaan schaffen. Hoe zit dat? Jullie hebben dat. Dus wij hebben het was eigenlijk een half jaar geleden. En dus wij zeiden, nou we hebben er nog eentje staan, die krijg ik niet verkocht, die mag je wel meenemen. Is ons huis in de verkoop, dus toen zijn wij over ons aquarium na gaan denken. Ja, en het feit eigenlijk dat wij steeds vaker in het buitenland zijn. Ja. En dan de jongens zorgen voor het aquarium en die geeft je wel eten. Maar die weten niet hoe ze moeten handelen met je moet het wel, water. En toen zeiden we ook, ja, wat gaan we doen? Ja. Dus het was eigenlijk 2 dingen samen. Dit en die vriend die het graag wilde. Maar die wilde dus eigenlijk het andere aquarium meenemen. Ja, en helemaal opstarten, maar het is best veel werk. Dus hij zei je van, nou neem deze maar mee. Dus we hebben hem net helemaal geleegd even in zijn auto en verhuisd. Het is een gat nou daar. Wat op zich wel leuk is, dat hij dan bij een vriend terecht komt. Dat we onze Dory, zeg maar, die hadden we zo klein gekocht. Echt 5 jaar, 6 jaar geleden, 4 jaar geleden. Hoe lang hebben we het aquarium gehad? 4,5 jaar. Die is gewoon zo groot geworden. Ja, dat is de enige vis waar ik een beetje een bad mee heb. Hij niet met mij hoor, die vis, denk ik. Maar... Jij zei net, ja, hier heb ik een band. Plakband. dan kunnen we over, misschien over een jaar of 4, 5 is hij hier nog bij hun. Hè? Ja. Wie weet, dat is leuk. Dan kunnen we nog eens naar het aquarium kijken. En we hebben het er wel, het is gewoon de keuze die je moet maken. Het grappige is ook, dat zei ze ook, het halfzusje van Louis, hebben Coco. Die was erbij, dus dat was ook hartstikke leuk. Ja, je hebt de hele tijd gespeeld. Dus we hebben veel gemeenschappelijke dingen nou op deze manier eigenlijk. Maar we gaan het aquarium nog wel een keer laten zien bij ze. En dan kunnen we zelf ook even kijken. Er zaten ook maar 3 visjes in. Ja, het was wel, we hebben even... Gaan we weer helemaal oppakken. Ja. We hebben het even laten varen en even weinig. 1 koraal was heel goed gegroeid. Ja. En dat is wel heel mooi, omdat het al een wat ouder aquarium is nu. Ja, dan gaan bepaalde koralen, die doen het heel goed. Die zijn heel goed aan het groeien. Maar dat krijgt nu weer een nieuwe fase, het aquarium in Domburg. Ja. Dus het is voor hem makkelijk met het zeewater, dan kan hij gewoon zo halen. Wij moesten dat altijd kopen. Ik weet niet of dat dan echt... Ja, dat is goed. Ja? Ja. Hij zal het wel even uitzoeken. Hij zoekt dat helemaal uit, ja. Ja, en ik ga zo meteen koken. En ik hoop dat ik iemand kan vinden die mij helpt met het vloggen. Want we krijgen heel vaak de vraag over onze spaghetti carbonara. En ik heb nu in... Ja, zet me even... Ik kan eventjes mijn verhaaltje afmaken. De televisie staat ook weer keihard aan. Ik heb de spek die je nodig hebt voor carbonara uit Italië meegenomen. In Nederland kun je die eigenlijk nooit vinden. Guanciale, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is de spek. En de kaas, pecorino, en dat is een schapenkaas. En ik was bij de Sligro, die had ze zelfs niet, maar de kaasboer op de markt die had hem wel. En eieren. En dat ga ik laten zien. Kun je voor gewoon een spaghetti hebben? Want ik moet gewoon een spaghetti uit de pak hebben. Geen verse pasta of wat dan ook. Je moet gewoon echt à la dente moet je hem koken. Ik ga zoals beloofd met mijn pasta carbonara beginnen. En wat heb je daar voor nodig? Het is voor 5 personen ongeveer. Dit, in Nederland bijna niet verkrijgbaar. Ja, daar staat... even inzoomen. Lukt niet. Guanciola. Guanciala. Dat is varkenswang. Lijkt op spek. Er zit een soort kruidenkorst omheen.
En die ga ik eerst in blokjes snijden. Ik heb 500 gram spaghetti, 100 gram per persoon. Ik heb en 500 gram van die spek ongeveer. Ongeveer 500 gram. De goede naam. Dus schapenkaas uit Italië. En het heet pecorino. Pecorino. Zwarte peper heb je nodig. En die moet je zo lekker grof kneuzen. Dan heb ik 10 eieren. Doe ik 2 hele eieren en 8 dooiers. Zout voor in het water. En dat is alles wat je nodig hebt voor een echte carbonara. Dus die ga ik maken. Dus ik zet de camera even hier op dit blauwe stoel. Of een groene blauwe. Ik sta hem hier al uit te lachen. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen met de peper te kneuzen. Dat is natuurlijk heel saai, dus ik heb even geskipt worden hierna. De peper is mooi gekneusd en het leuke hiervan, als je het met zo'n ding doet, dan heb je hele fijne peper en hele grof peper. Daar hou ik wel van. Dan heb ik hier de spek en de korst die snij je er helemaal af, wel zo dun mogelijk natuurlijk. Hier hoef ik het niet af te snijden. Dat is wel leuk, want heel veel mensen denken toch nog steeds dat carbonara met room is en pancetta. Maar ja, die Italianen, dat is altijd wel grappig natuurlijk. Die zijn wel strijders daarin. En dat mag allemaal niet. Dus ik vind het allemaal leuk om het helemaal met de originele grondstofjes te maken. Ja, dan snij ik er zo wel af. Hier gaan we blokjes van snijden. Ik heb mijn scherpste mes gepakt. Die moet er ook nog uit, maar daar mag nog best een restje klein schilletje aan blijven. Dat is niet zo heel erg. Ja, dan doe je met heel het stuk eigenlijk gewoon blokjes van snijden. Een beetje zo. Al mijn spek is gesneden. Je kan het natuurlijk ook altijd gewoon met die Nederlandse grote spek doen. Hè? Dat is helemaal niet erg. Ik doe het nou gewoon zoals de Italianen het liefste doen. En dat gaat dan in de pan. Dan zie ik sommige filmpjes die doen er nu de peper al bij en die bakken die mee, maar andere ook weer niet. Ik doe het niet. Maar dan kan het toch een beetje verbranden. Nou, nu ga ik mijn eitjes scheiden. En mijn kaas raspen. En ondertussen staat die spek dan lekker heel krokant te bakken. Dat is echt zometeen, er blijft de helft van over. De eitjes heb ik gescheiden, de kaas is geraspt, nog een beetje extra kaas voor straks erop te doen. Het water kookt, dus er gaat echt heel veel zout bij. De spekjes, kijk, die zijn goed. Ze zijn allemaal mooi bruin van kleur. De pasta mag erin. Nou, we moeten gaan multitasken. Ik zet de wekker eerst op 9 minuten, dat staat erbij, à la dente. En dan gaat er een pak in. Heel veel water, grote pan. Even met mijn pasta. Ja, dit gaat natuurlijk vanzelf.
Die roer ik over een minuutje nog eventjes door. Ik heb natuurlijk ook nog pinsas romana weer klaarstaan. Ik heb ook een pastatje uit de oven, die is al goed, maar nu duurt het nog een minuutje of 10 voordat we aan tafel kunnen, dus die mag al wel een beetje afkoelen. Een focaccia van Eline zit er in de oven. Die gaat eruit, die zat er nog heel even in. Ja, nou kook ik mijn pasta weer. Nu gaat mijn kaas bij de eieren. En echt heel veel zwarte peper. Kijk maar hoeveel zwarte peper. Ja, dan moet je goed aanroeren. Ja, ik ben echte carbonara aan het maken. Ja, zo, kom wel goed uit dat jij er even bent, want dan kun jij mooi die camera eventjes pakken. Zometeen als het moment komt. Ja, dit wordt dus de roomsaus van de carbonara. Met wat kookvocht. En dat is nog 7 minuutjes nu. Dus nu heb ik even pauze. 2 minuten voor de pasta. Nou gaan de spekjes, die haal ik uit de pan. En dan zie je dat er heel veel vet overblijft. Ja, en die Italianen die doen dat gewoon nog in die pasta zo meteen. Dus ik ook. Want de spekjes moeten eruit. Ik ga dat even op een heel laag vuurtje. Alles staat klaar. Ik ben hier nog een geitenkaaspastatje aan het maken ook. We staan nog op 1 minuut. Nog even mijn al dente even testen. Oh, daar gaat. Staat mijn pitje echt op zijn laagst. Daar ga ik nou de pasta bij doen. Ja, gewoon met best wel een beetje vocht zo. Dat is helemaal niet erg. Gooi hem even wat hoger, want hij moet een beetje meer sissen. Voor het pastaatje geitenkaas ook nog een klein beetje spaghetti. Dan gooi je er nog een schepje kookvocht bij. Ja, even aan de andere kant. Dan laat je het heel even opnemen. Dan gaan we verder au bain marie. Dus we zetten deze zetten we op onze grote pan van de pasta koken. Want anders gaat de ei bakken en we willen geen gebakken ei. Het moet romige ei worden. En dan moeten we echt heel goed doorroeren. Dus de warmtebron is gewoon het stoomvocht van de pan nog. En dan ga je gewoon een room krijgen. Dan wordt die ietsje stijver, dan pak ik nog heel snel een klein beetje kookvocht bij. En je moet het echt gewoon eigenlijk een beetje kloppen nou. Een beetje zo draaien. Het nadeel nu is dat ik een heel groot portie heb.
Kijk, en nou zie je, ja, dit is gewoon een roomsaus. Mooi, hè? Dit is gewoon een carbonara, zoals die hoort. En dan gaan de spekjes erover. Dan doen we er nog van onze zwarte peper over. En pecorino. En dan gaan we aan tafel. Leuk, hè? Mooi, hè? Ik word nou gelukkig van. Zal ik nu even zo keuren zo voor de camera? Nee, doe ik zo wel. Ik ben wel de eerste die dan uit de pan wil. Jongens, dit moet eigenlijk jullie lekkerste carbonara ooit zijn. Nou, die vanuit Italië was moeilijk te overtreffen, nog? Ja, Stan, dat weet ik. Oh, ja, dat is echt heel lekker. Ja, dit is echt, echt. Mij geloof je. Oeh. Het is wel een lekker frisse pan. Ik ga naar de harmonie en we gaan voor het carnavalsconcert van volgende week oefenen. En ik heb hier een liedje en dat is super populair. En, ja, Floor, ja, jij weet hem al. Kijkers, jullie mogen raden welk liedje dat het is. Ja, jij weet het al. Floor zit heel dicht van dichtbij te vloggen. Dit zien we iedereen mijn neusharen. Dit was het dagje uit ons leven. Nee, dat valt echt mijn reutje mee. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer even open. Dat je abonneert. Houdoe.